Ja mensen, welkom bij een nieuwe review op de Paddockhaven. We staan vandaag op de Sinxenvolg in Antwerpen. Altijd vaste prik hier op dit kanaal. En we gaan een mooie review maken, want wat staat er weer een mooie kermis hier in Antwerpen. En wat is het gezellig druk. We gaan beginnen, let's go. We gaan zo meteen eindigen bij de Move It. Want ja, wij willen natuurlijk wel de show zien, hè, zo meteen. Let's go, we gaan beginnen. Hij heeft de remmen losgegooid, want we zijn bij de eerste grootvermaakzaak voor deze kermis. Het is de Rock'n'Roll van Kylie Simon, gebouwd bij Technical Park. En is een Loop Fighter. De Paddockhaven zit ook op TikTok en ik probeer vandaag hier in Antwerpen een speciaal video'tje te maken die op TikTok komt. De top 3 beste show attracties van België, want die staat hier op de kermis namelijk naar mijn mening. Wil je weten wat dat precies allemaal is en hoe het in elkaar zit en wie misschien aan het eind van het jaar de beste showprijs van België gaat winnen? Kijk dan even op TikTok. Eerst naar Luna Park Las Vegas. Las Vegas. Draaien we door richting de schitterende King Kong. Echt een heel sfeervol terras. En dan gaan we richting de trampoline. En daar kan je natuurlijk lekker op. En neer. En op. En neer. Ja, ja, heerlijk hoor. Terror Factory dan als eerste spookhuis die we tegenkomen. Is best een goed spookhuis om te doen hoor mensen. En als je aan mij vraagt, ook het beste spookhuis van België. Ja, die hoort natuurlijk ook in het spookhuis. Dat zag je natuurlijk wel. Het is de take-off van Smut die op dit moment Jingle Show draait. Nou, dat zijn we niet gewend hier bij de take-off, want normaal staat het alleen op. En die grote sensatie. En lekker roeien. Maar nu is het echt gewoon Jingle Show. De vrouw van de zoon van Smit zit nou namelijk te draaien. Of vriendin, weet ik veel wat. Of neukertje. In ieder geval zoiets mensen. Ja, dit is echt een fantastische zaak mensen. Pirate Party. We hebben een podcast opgenomen met de top 5 Belgische kermisattracties volgens mij en Dustin. Ja, en ik kan je vertellen, deze zit daar ook in de top 5. Wil je precies weten wat de top 5 is? Luister even de podcast op jouw favoriete podcastplatform. Maar ik hou ervan, mensen. Pirate Party. Shake, shake, shake. Het eerste funhaus dan, Crazy Palace, zoals eigenlijk altijd staat hij hier op deze plaats en zo ook dit jaar. Het is een leuk funhaus, een beetje verouderd funhaus dat wel, met een voorbouw erbij. Je kan erin voor 5 euro. Draaien we door richting weer een aantal Luna Parken. Hopsie, potsie, potsie, voor de allerkleinste mensen. Mooie hal trouwens, deze autoscooter. Hier hebben we zo'n terras. Zo is de Sinxenvolg opgebouwd met terrassen en veel eetzaken ook daarbij. Dan zie je Magic World 2 etage. Overigens, dat komt omdat dit natuurlijk een sfeerloos terrein is, zo proberen ze toch een beetje sfeer te krijgen hier op het terrein. Dit is nou zo'n Belgische attractie waarbij je jaar op jaar ziet dat er keigoed voor gezorgd wordt. Het is de Polyp van Dordremont, een polyp die er altijd spik en span uitziet. En waarbij bijna niks kapot is of noem het allemaal maar op. Een attractie die er gelikt uitziet, zou ik maar zeggen. Nou, hè? En we houden allemaal wel van een beetje lik af en toe. Dus dan houden we ook van deze polyp mensen. De spooktrein kwamen we ook al tegen in Doornik, nu hier weer. Train Phantom. Ja,
Als je naar mij vraagt, is dit een spookhuis waar ik niet van hou. Het is alleen maar live action binnenin die je niet eens ziet, maar die alleen maar voelt. Ja, ik ben daar niet zo van. Maar misschien vind jij het aan de andere kant van deze microfoon wel leuk. We draaien even door, want we hebben vanavond lekker pasta gegeten. En dat doe je bij dit kraam, mensen, want dit is echt geweldige pasta. Dus als je nog eens ergens wil eten op de Belgische kermis, dan zou ik dat daar zeker doen. Hebben we ook ooit eens een keer een kermis eettest genomen? Kan je zien op dit kanaal. Ja, dit vind ik echt een schitterende zaak, mensen. Kijk eens met die Mickey Mouse erin. Dat is echt prachtig. Dat vindt die man ook natuurlijk. Ik denk ook prachtig, 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 denkt hij. Dan hebben we hier de Wild Mouse van Bufkens, een muiswaar gebouwd bij Revenson. Grote versie en ook de enige versie hier in België. En daar gaat hij wel afdalingje. En op de onderste verdieping gooit hij ook nog eens zijn remmen los, waardoor hij echt kan spinnen. Ook altijd voor de partij hier in Antwerpen, dat is de XXL van Dortremont. Gebouwd bij KMG. 45 meter hoog. En 3 transporten. Bij de technopower van Peters, die flink uitgepakt heeft hier met de moving heads daar achterin. Al moet ik zeggen, ik heb het idee dat ze in Charleroi nog op de grond stonden en nu dus pas ophangen. Ook daar, dat zeiltje is weer nieuw en er hangt daar ook nog een nieuwe laserlamp. Hé, hey, hoor ik in Michael Jackson. De Mini Jones en dan draaien wij door richting de Hoepla en daar weer een terras. En dan daar staat alweer het grote funhouse. En dat funhouse is dan ineens het grootste funhouse van België, Caribbeans of Follies. Wat is het druk vandaag op de Sphinx voor mensen. Dit heb ik in jaren niet meegemaakt op mijn bezoek van... En ik kom elk jaar op dezelfde dag naar de Sinsenvoort. De eerste zondag. En ook vandaag is dat zo, de eerste zondag. Maar het is heel druk. Dus Sinsenbaan van Lyonesse. Gebouwd bij MacRide. Of MacRide moet ik eigenlijk zeggen. Ja la la la, ja la 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 la. Oh sorry mensen, even zingen. Ook af en toe eventjes leuk natuurlijk. Het is de attractie met de draaiende bootjes. Het is echt een wilde woeste zee. Is alles oké? Kan hier kan je eentjes vissen. Gaan we naar de overkant. Dan zien we echt een schitterend lunapark met Afronti de Joker. Beetje carnavalsachtig ja, ziet het er wat mij betreft uit, maar echt die verlichting, ik vind het mooi hoor. De Elliot, ook weer present hier in Antwerpen. Kijken we eens even, lekker roetje. De Extreme van Kylie Simon met achter de knoppen mensen. Oh, het is niet te geloven, onze eigen Robber. Hey, hey. En ja, die kan je ook in een interview zien en binnenkort ook horen in de podcast. Vanuit Brugge. Hey, wat zien we daar mensen? Want opgelet, ik zie daar nieuwe led. En wel in de vorm van nieuwe spots mensen. Is niet te geloven. Even een tipje voor alle Belgische exploitanten die dit kijken. Dat zijn er natuurlijk duizenden die dit kijken.
En vooral een tip voor onze Robbe. Een woe zonder echo is een no-go. Kan je niet doen. Is echt verschrikkelijk. Doe dat niet meer. Het klinkt niet. En het wordt hier keer op keer gedaan door Robbe. Even een tipje van de meester der shows. Net kwamen we de 2-etage versie tegen, nu de 1-etage versie. Het is Magic World van Kat In. Of kat uit, het is net wat je wil. Kat in of kat uit. Hij loopt wel eens in het kattenluikje en ook wel eens uit het kattenluikje natuurlijk. Als Wippy de Freestyle, die vorig jaar nieuw kwam in Antwerpen en nu dus weer een plaats heeft hier. Die moeite heeft om hem vol te krijgen, maar ja, dat snap ik wel tussen al het geweld wat hier staat. Wat mij betreft een van Belgische topzaken komen we nu tegen. De shaker van Tentilo. De ringshaker wel te verstaan. Er zijn er maar twee van. Eentje in Frankrijk en eentje hier in België. Ja, en dit is echt een lust voor het oog. Met name als het donker begint te worden. En alle show komt erbij. Mensen, dan krijg ik gewoon een stijve lul. Ja, een kermis stijve lul dan. Niet dat mensen denken dat ik echt met een stijve lul in sta. Want dat is dan weer niet het geval. Even broek! Oh, lekker mensen, confetti! Yeah! En een 5 meer, die kan ik dan... heb ik net gemist. Lekker hoor! En een feestje bij de shake, en zo hoort dat! De Big Splash dan van Buskens, de waterbaan gebouw bij Revenson. Het officiële attractietype naam is trouwens geen waterbaan, maar is Lokvloem natuurlijk mensen. Dat is attractietype naam. Het reuzenrad is hier weer Roer Royal. Zo kom je tegen in Luik, zo kom je weer tegen in Lille in Frankrijk en zo staat hij hier weer ineens in Antwerpen. Het kan alleen maar hier bij Roer Royal. Het is het grootste reuzenrad wat ik ken met draaiende gondels. En je kan hier zo hard in draaien, mensen. Als je het, dat je gewoon een trailride kan maken. Schitterend reuzenrad dit. Roer Royal vind ik altijd. 45 meter hoog. Als eerst kwamen we daar vandaan. Toen zijn we die kant op gegaan. Nu zijn we helemaal teruggelopen. Maar dan ja, via de artiesteningang. Nu gaan we de andere kant op. Die kant op zometeen. En dan laat ik je die kant van het gedeelte van het plein zien. Met de Golden Nugget. Het is niet de tower, maar het is de Fly Tower. En hij is van Odelman. Het was zijn tweede toren, want de Skyglider stond hier vorig jaar natuurlijk. Die toren had hij als eerste, terwijl er gewoon hier iemand gewoon recht tegen die kamer aanloopt. Want ik word er helemaal gek van het publiek wat hier loopt, maar dan kom ik alleen de auto op terug. Echt verschrikkelijk. Deze toren is echt geen 40 meter, maar deze heeft een uitklapstuk minder en is daarom 30 meter kermismaten. En dat is dus een stukje lager. Nou ja, over de Skyglider hebben we binnenkort nieuws in de podcast, dus luister de podcast. Qua toren is de hele mooie kleurrijke toren. Het enige wat een beetje vreemd is, dat is dat van boven zit er paars, oranje en geel. En die had ik een klein beetje uit elkaar gehaald, want dat paars en dat oranje lijkt nogal op elkaar. Ik had ze misschien om en om gedaan of zo, of juist een hele andere kleuren aan toegevoegd. Maar goed, dat is natuurlijk smaken verschillen.
De schitterende Fantasialand. Echt de mooiste babyvlucht die ik ken, mensen. Maar ja, dat lieg ik wel. In Duitsland zijn ook heel veel mooie. En ik denk ook wel mooiere. Rio, en dan draaien we door met wat eetzaken en zo. En dan gaan we naar de Walking Dead, het loofspookhuis hier. Die we vaak tegenkomen op de A-kermissen hier in België. De VMAX van Baudet die echt gigantisch heeft uitgepakt. Hij staat namelijk iets naar achteren, hetzelfde als vorig jaar. Deze plaats is namelijk pas van Baudet. En dat hebben ze opgevuld. Ja, en je zou denken, hoe hebben ze dat opgevuld? Nou, ze hebben een trustlaagje neergezet met een aantal moving edges. Kijk eens eventjes. Moving Heads, een Swiss dekvloer. Ja, waar ik een beetje gemixt over ben, over een Swiss dekvloer. Het is heel mooi hoor, het ziet er heel chic uit. Maar oh nee, als het een beetje vies wordt, en dat wordt het nogal snel, dan wordt het zo onwijs smerig. Je moet het zo schoon houden. En zelfs een rookmachine. En ja, ik snap niet waarom ze het publiek hier laten gaan. Maar ik vind het wel vet, mensen. De rotor, die hier ook al jaren staat natuurlijk. Ik weet niet wat het dit jaar ineens is hier in Antwerpen, maar sommige attracties hebben zo gigantisch uitgepakt. We zagen net de VMAX al en ook de Dekeness heeft flink uitgepakt, want er staat ineens een DJ-boot. Maar ook die vlaggetjes en ook hier weer een Swiss dekvloer. En die denken dat ze er ook nog eens kei druk in, mensen. Dat is niet normaal. Jumper van Dortmund, een smashing jumper gebouwd bij BM Performance Ride. Die hier al jaren staat en ook hier met achterwand staat, want dat doet hij niet altijd hoor. Jordi! Wil Jordi even van de kassa 3 komen alsjeblieft? Die vriendin van Leuken. Die keek wel even roest, dan kan je voor 5 euro. Nou, doen we wel lekker in Nederland of zo. Nou, deze niet, maar er zijn wel andere die ongeveer hetzelfde eruit zien. En daar de kamelenrace, die zien we ook al een paar keer terug in deze video. Op veel Velse kermissen staan meestal staan vaak meerdere autoscooters. Hier in Antwerpen moeten ze het met eentje doen. Wel een hele grote die er al jaren staat. Waar ze volgens mij de palen opnieuw in de led gezet hebben hier. Nou, dat is goed opgelet hoor. Walging Waterwals hier. En het derde glazen dolhof, Crystal Planet. Hoewel de VMAX die we net zagen druk had, heeft de turbine het nog drukker. Hij is natuurlijk van Pfauser uit Frankrijk, maar ik denk dat ze contractueel iets afgesproken hebben bij de verkoop. Dat hij Blom er nog 2 kermissen mee mocht blijven doen, Antwerpen en Brussel. Want hier staat hij nou al voor het tweede jaar. En dat is niet per toeval. Hij is doorgereden vanuit Lille, de voorjaarskermis in Lille, hier naartoe. En Pfauser is goed bezig hoor. Nieuwe spots, nieuwe geluidsinstallatie. En aan de onderkant van de gondel, kijk daar komt hij. Dat is iemand met een Turkse vlag in zit, dat is niet te geloven mensen. Aan de onderkant van de gondel, nieuwe LED-verlichting. En zo wordt deze turbine weer up-to-date gemaakt. En laten we eerlijk wezen, ja, dat was meer als nodig. Want hier in België was ze nogal verpauperd.
De VMAX is dus een booster. Dit is dus een turbine die kan draaien met zijn gondels. Maar waarschijnlijk vanwege de drukte doet hij dat dus absoluut niet. Hij draait hij dus gewoon als een booster. En dan, als ik een tipje mag geven, zou ik als ik jou was in de VMAX stappen. Want daar heb je dan meer aan als deze turbine. En het is nog goedkoper ook, want volgens mij is deze 10 euro en de VMAX is 7 euro. Beetje vergaande geworden zag ik Charlewal en hier zie ik het alsnog, de rollercoaster van Buffkens. Het was vroeger echt een mooie baan en een leuke baan te doen. Leuke baan om te doen is het nog steeds, maar de baan ziet er niet meer zo mooi uit. Als je kijkt naar wat er brandt van verlichting en wat er vooral uitstaat qua verlichting. Want dat is echt diep triest, mensen. Daar moet eigenlijk de exploitant zich wel voor schamen als je het aan mij vraagt. Maar ja, niemand vraagt wat aan mij, dus de exploitant zal het ook weer wel een dikke prima vinden. Vorig jaar miste hij het begin van de kermis, maar nu staat hij er gelukkig wel, mensen. Heerlijk is dat, de Move 32 van Herk. Ja, mijn favoriete attractie van België. Dat is ondertussen geen geheim meer. En ja, ik zeg, hij verdient elke A-kermis, want daar hoort deze topzaak thuis. En hij heeft hier ook nog eens extra uitgepakt. Ga ik je zo meteen laten zien. Hij heeft er van achter ergens een handen, zag ik, en van onder heeft hij ook staan. Geweldig, mensen. Wat wordt hier uitgepakt? Wat is dit geweldig? Dit is Move 32. Dit is klasse. Dit is, oh, heerlijk, mensen. Vernieuwing in de verlichting, nieuwe verlichting op de palen. Ja, ik ben hier persoonlijk geen fan van, maar ik ben niet geen fan van dit soort verlichting. Dit noem ik ook wel de fietslampjes. Die klikte je vroeger achter op je fiets en dan had je licht van voor en van achter. Ja, ik vind het niet mooi bij een kermisattractie, maar goed, dat is een persoonlijke mening. Als de rest het wel mooi vindt, moeten ze het ook gewoon vooral nemen. Maar ik vind het mooier hetgene hoe het vroeger was. Oh,
I love de Singsevoort mensen. Het ligt daar. Oh ja, nee, daar komt hier de sparkling. Ja, ja. Ja, I love de Singsevoort. Qua attracties wel, qua mensen absoluut niet. Wat is dat hier verschrikkelijk, mensen? Ze lopen voor je kloten. Ze lopen 26 keer tegen die tas aan. Het is echt een oh, wat een agressie krijg je als je hier op die kermis loopt. Het is verschrikkelijk. 300 keer voor die camera. Nou ja, dan nog net niet zo. Tenminste, niet bij mij. Hij dan weer wel. Maar dat is bij mij dan niet. Maar wel voor die kamer. Het is verschrikkelijk. Qua attracties echt een van de mooiste kermissen van België, denk ik. Het attractieaanbod is hier fantastisch. En dat maakt dit ook gelijk beste show. Ik heb het aan het begin van de video al gezegd. Ik maak hier een TikTok filmpje. Volg me even op TikTok. Daar staat mijn top 3 beste show attracties van België hier op de kermis. Nou, dus dat is al heel geweldig. Dat betekent ook dat het moeilijk kiezen is. Wie de beste show krijgt. Hè? Dus moeilijk. Goeie avond. Kijk eens eventjes, mensen. Dat bedoelde ik dus. Dan weet je gelijk wat ik bedoel. Beste show. Ik ga dan toch voor die movie, mensen. Ik heb gewoon de constante avond. Eigenlijk constante bezoek dat ik hier ben. Heb ik gewoon echt volle bak goede shows gezien. Rook, vlammen. Ook overdag. Gewoon bam. Erin knallen. Heel veel microfoongebruik. Meerdere keren per rit rook. Ja, dat is fantastisch. En ja, ik moet dan kiezen tussen 3 attracties. En dat is wel heel moeilijk hoor. Kan ik je vertellen. Nou, abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Kom gewoon gezellig naar de Singsevoort. Test ook even de movie uit. Ik heb het niet voor niks gezegd. Goede attractie. En voor jou misschien wel nieuw. Podcastje natuurlijk. En mensen ook even volgen. Tot de volgende video.